Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Jiva's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel? Informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hallo lieve vrienden van het internet. Wat goed dat je weer kijkt naar een gloednieuwe aflevering van Jiva's DM, waarbij ik al jullie drugsvragen beantwoord. En het is tijd voor een nieuwe DM. Ik heb nog nooit drugs gesnoven, maar ik zou het wel een keer willen doen. Maar hoe leg ik nou een goede lijn? Ja, ja, ja. Tess, supergoed dat je me hebt gedm'd. Het is tijd voor een witte Pasen, wit nieuwjaar, witte kerstmis, witte koningsdag. Ik ga je vandaag uitleggen hoe je de perfecte lijn legt. DM binnen 24 uur en ontvang gratis tips. Ah, toen ik voor het eerst coke deed, ik weet het echt nog heel goed. Ik heb er eigenlijk nog nooit met iemand over gepraat, want het was zo verschut. Ik mocht dus met de coole jongens van de camping mee de auto in. Dus ik dacht, oké, wat gaat er gebeuren? En ineens kwam daar een zakje coke tevoorschijn. Dus ik dacht, oh my god, niet laten merken dat je het nog nooit hebt gedaan. Niet laten merken. Coke komt natuurlijk als eerste naar mij toe. Maar ik denk, komt goed, ik heb dit gezien in films. Ik snuif het gewoon op en ik hang boven dat spiegeltje. En ik voel zo'n kriebel in mijn neus. Pats! Al die coke over de auto. En ik nog proberen het van de autobank op te snuiven. Want het gaat nog wel, jongens. Maar ja, ja, had ik toen maar deze video gehad. Want ik ga jou uitleggen hoe je dat beter kan doen. Tip 1. Een goede lijn begint bij een goede dosering. Dus zorg allereerst dat je altijd een precisieweegschaaltje in huis hebt. Daarmee kun je namelijk precies afmeten hoeveel jij in jouw lijn wil stoppen. Stel, je hebt zin om coke te snuiven. Dan geldt uit 1 gram coke zou je zo'n 10 tot 20 lijnen kunnen halen. Wat er dus op neerkomt dat er 0,05 gram coke in jouw lijn zit. Ga je voor speed? Dan geldt dat je zo'n 15 tot 20 lijnen zou moeten kunnen halen uit 1 gram speed. En dat komt dus ook bij speed neer op 0,05 gram speed per lijn. Bij ketamine, oftewel keta, is het een iets ander verhaal. Ben je een beginnend gebruiker, begin dan met 15 milligram per lijn. Nu kan dit oplopen tot 150 milligram per lijn, maar pas op! Want je wil liever gewoon rustig beginnen en het een beetje opbouwen, in plaats van in één keer te veel snuiven en in een keel belanden. Wil je niet. Oh! En ga je nou een ander poedertje je neus in doen? Google dan even wat de juiste dosering is, want dan weet je zeker dat het snor zit. Tip 2! Oké, je hebt de dosering paraat. Het is tijd voor de ultieme lijn. En voor deze tutorial gebruik ik vandaag een speed. Begin met een gladde ondergrond. Want snuiven van een oude eiken tafel met scheuren erin, no bueno. Dus zorg dat je iets smooth paraat hebt. Bijvoorbeeld een spiegel, staat natuurlijk extra gangster. Maar een bord, een telefoon, een fotolijstje, dat kan ook allemaal prima. Ik kies vandaag voor de spiegel. Daarnaast heb je natuurlijk snuifgerei nodig. En wel bekend is het opgerolde biljetje. Maar weet je hoe vies dat is? Al die mensen die het hebben aangeraakt, al die bacteriën. Dus kies liever voor een afgeknipt rietje of een snuifbuis. Oh, en het is beter om je snuifbuis niet met andere mensen te delen. Want het slijmvlies in je neus is heel erg dun, waardoor bloed op je snuifbuis kan komen. En als je het dan met andere mensen gaat delen, kun je allerlei nare ziektes oplopen, zoals hepatitis of herpes. En dat wil je gewoon niet. Daar heeft niemand zin in. Alright, tijd voor de lijntutorial. Ik begin met het doseren van mijn drugs op de precisieweegschaal. En ik ga voor 1 lijntje van 0,05 gram. Precies. Nu komt drugs in poedervorm vaak brokkelig uit het zakje. Dus heb je een pasje nodig om de boel fijn te malen. Maar gebruik nou niet je pinpas of een ander pasje wat je heel vaak nodig hebt. Want dan sta je dadelijk in de rij bij Schiphol en word je eruit gepikt. Dus kies liever voor een bioscoopbon of museumjaarkaart. En dan kan je ook, als je moeder vraagt wat je in dit weekend hebt gedaan, zeggen dat je cultuur hebt gesnoven. En als het echt brokkelig is, kun je ook met je pasje eroverheen schuiven om je speed of coke fijn te malen. Dan is het nu tijd om een lijn te maken. En dat is eigenlijk heel simpel. Je veegt gewoon met je pasje van boven naar onder. Totdat je een vorm hebt waar je tevreden over bent. En als er wat blijft liggen aan de randen van je spiegel, maakt niet uit.
kan de volgende persoon weer meenemen. Oké, dan heel belangrijk. Adem in. En adem uit. Weg van de spiegel. Want je wil niet net zoals ik. 1, 2, 3. Atjoe. En dat alles door de hele kamer vliegt. Nou, je stopt hem in je neus. Andere neus gaat dicht. En dan nog even het neusje afvegen. En je kan door. Tip 3. Maar stel je nou voor, je bent al op een feestje en je hebt alsnog zin in een lijn. Dan wordt het moeilijker, want je hebt natuurlijk niet altijd je precisieweegschaal mee naar de club. En ik hoor jou al denken, neem ik toch gewoon een sleutel? Maar nee, probeer maar eens met trillende handen in een donker wc-hokje precies de juiste dosering te gokken. Dat gaat niet. En een flinke schep van je sleutel kan zomaar eens een tienvoudige dosering zijn. En heel hygiënisch is het ook niet. Zoek niet verder. Ik heb hier de snuifbullet 3000. In deze bullet kan je al je snuifbare drugs bewaren en door aan dit knopje te draaien krijg jij precies de gewenste hoeveelheid drugs in jouw neusje. Super handig! Ook voor de snuifbullet geldt, deel hem niet met derden, hou je slijmvliezen lekker voor jezelf. Dit waren mijn tips. Je mag jezelf nu officieel snuifkoning of koningin noemen. Heb jij nou nog een DM? Wil je iets weten over drugs? Stuur dan je DM naar Spuiten en Slikken. Gratis en voor niks. En als je duimpjes omhoog doet, dan abonneer je je helemaal voor 0 euro op ons kanaal. Bye bye. Say bye bye.